Roos Abelman, presentatrice op NPO Radio 1, krijgt kritiek vanwege vermeende partijdigheid jegens Galit Kasem, een corrupte advocaat volgens onthullingen van het AD. Abelman verdedigt Kasem en twijfelt aan de geloofwaardigheid van de audiotapes, waarop Kasem toegaf een ambtenaar te hebben omgekocht. Mediacriticus Victor Vlam suggereert een financieel belang, aangezien Abelman een sidekick is bij Galit en Sophie en mogelijk tussen de 400 en 800 euro per uitzending verdient. Er is roep om de NPO-ombudsman in te schakelen. Kritiek komt ook van RTL Nieuws-Miree van Ark, die vindt dat het AD voldoende bewijs heeft geleverd. Telegraafjournalist Wierduk vraagt zich af of de onthulling wel maatschappelijk belang heeft. Kortom, er ontstaat discussie over Abelmans verdediging van Kasem en de mogelijke belangenverstrengeling.